Frankrijk, maar ze mensen die het graag ontmoet en ook vol herinneringen. Maar zo hard soms het maar kan zijn, het is je stad, je eigen, voelt vertrouwd, het is hartstikke rijk. Florentia, de Torenstraat, passeert ook de revue, maar ook actuele zaken, Haagse dingen ook van nu. Ja, van alles, van de oudbouw tot de nieuwbouw op een spuit. Ja, Den Haag, die Haagse dingen, ja, zo hard zoals hard kan zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd, het kan gewoon niet Haagse zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Haagse Dingen. Met in deze aflevering... We beginnen met een bijzondere verzameling. En als afsluiter... Oldtimers in Voorburg. De een verzamelt postzegels. De andere sigarenbandjes. Wij vonden iemand die olifanten verzamelt. Marion Senja. En wat is jouw passie? Ik verzamel olifanten. En ja, dat is eigenlijk gekomen op een dag op een keer werd ik jarig. En toen moest ik iets vragen, want je moest iets te wensen hebben. En ik had niks te wensen. Ik denk, ik heb alles al. Dus toen zei ik, nou geef maar een olifant. Dus iedereen kwam met een olifant aan. En dat was een hele leuke verjaardag, want iedereen die binnenkwam, die had een olifant bij zich. En al die anderen dachten van, hebben we die nou al of niet? Hele leuke verjaardag. Ja. 10 of 15 olifanten. Ja, en toen was eigenlijk het hek van de Dam, hè. Overal waar je kwam, keek je naar olifant. Ik heb niet overal alles gekocht, want dat kan je gewoon niet betalen. Mm-hmm. Maar we hebben ook heel veel gekregen. En op een zeker ogenblik, ik denk 1 jaar of 10 geleden, is er een mevrouw overleden met wie ik olifanten ruilde. En de kinderen hadden geen interesse in de olifanten, dus toen heb ik al die olifanten geërfd. Ja. Nou, daar zijn we een paar dagen mee bezig geweest om 2 verzamelingen in elkaar te schuiven. Mm-hmm. En nou ja, ze staan nu hier op, in plaats van een gordijn. Toen we hier kwamen wonen dachten we van, ja, we kunnen natuurlijk een mooi gordijn kopen. En toen dacht René, dat is mijn man, ineens van, als we nou een mooie stelling maken waarop al die olifanten kunnen staan. En we hebben ze in groepjes, dus zoveel mogelijk wat bij elkaar hoort, bij elkaar gedaan. En nou ja, ik vind het zelf geweldig. Dan doet hij met dubbele. Ja, die pak ik of niet aan, als ik dat nog kan, want soms dan zijn ze al binnen. En dan bewaar ik ze ergens tot ik iemand hoor die olifanten spaart en die hem erbij wil hebben. Mm-hmm. Maar ik heb dadelijk 1 olifant over. Die eerste dubbele heb ik aan iemand gegeven die op de rommelmarkt stond. En die geld nodig had om van te leven. Dus toen zei ze van, als je een dubbele hebt, mag ik hem dan. Mm-hmm. Dus na die erfenis... is er een heleboel die kant op gegaan. En, maar het waren ook allemaal echt veel dubbele doorsnee. Mm-hmm. Want de meeste aparte hou je natuurlijk. Ja. En die heb je ook niet dubbel. Bent u daar aangekomen? Ik heb een correspondentievriendin, die is naar Nieuw-Zeeland geëmigreerd vanuit Nederland. En haar man doet dan hout bewerken als hobby. En die maakte dat. Dus toen zei ze van, wij hebben wel zo'n grote olifant. En toen ze een keer naar Europa kwamen, hebben ze dat meegenomen. Want anders moet je heel veel invoerrechten betalen. En hij heeft het gewoon meegenomen als cadeau. Dus in een doos. En dan moest het hier in elkaar zetten. En het is, hij heeft wel een lang leven achter de rug. Het is hout, het is echt Nieuw-Zeelands hout. En volgens de maker gaat het een mensenleven mee. Mm-hmm. Hij is echt solide, de kleinkinderen klimmen erop. En wie er ook op bezoek komt en denkt, hey, een hobbelfant, dat is mooi. Dat kan allemaal.
Wat is nou uw trotste bezit qua olifanten? Ja. Ja, dat zijn wel eigenlijk verschillende. Ik vind bijvoorbeeld zo'n... dit vind ik heel grappig. Het is een spaarpot. Ja, mooi. En is dat deze? Ja, en deze heb ik ooit van mijn moeder gekregen. Zij was hier heel erg trots op, komt uit Canada. En dan denk ik, ja, dat zijn eigenlijk dingen die dan... En van veel dingen weet je van wie je ze hebt en waarom je ze hebt gekregen. Maar ja, en andere dingen, ja, toen ik er zo'n 500 of 600 bij kreeg, toen dacht ik natuurlijk niet meer van wie zijn die. Dat kan niet meer. Heeft u nog favorieten qua hout of met andere spullen, zeg maar van steen of van... Ja, rare. Zoals bijvoorbeeld, dit vind ik reuze grappig. Dat is een deurklem. Ja. Ja. En die, ja, dat vind ik zonde om bij de deur te zetten. Ik heb wel een deurklem bij de deur staan. Oh, dat is deze. En die kans dat je afbreken, hè? Ja, deze is dan te teer. Dus die wil ik dan niet voor als deurklem gebruiken. Ja. Maar deze kan gewoon bij de deur staan. Iemand van het Koningshuis, he, die spaarde ook olifanten. Ja, Prins Bernhard. Ja. Wij zijn toen die te koop aangeboden werden, zijn we naar het Loo geweest. Mm-hmm. En er waren een heleboel olifanten die ik zelf ook had. En er waren ook olifanten en die werden niet verkocht. Dat waren natuurlijk hele bijzondere kunststukjes. Mm-hmm. Maar de prijzen die ervoor geboden werden, dat was allemaal voor het goede doel. Mm-hmm. Voor het Wereld Natuurfonds, maar daar konden wij gewoon niet in meebieden. Dat was gewoon te gek. Maar we zijn wel gaan kijken wat hij allemaal had. Dat vonden we leuk. Ja, en gaat hij zelf ook nog op zoek naar een nieuwe olifant? Nee, maar zie ik er een... Je ziet hem wel altijd gelijk. Hoe zou ik dat zeggen? Een heleboel dingen en dan zie ik er één olifant tussen. Dat... Maar ik koop er niet meer bij. En ik zeg ook tegen de mensen... Het is heel lief, maar ik kan ze niet meer kwijt. Houdt u hem maar. Oké, dankjewel. Een leuke verzameling. Oké, graag gedaan. Onze Hannes bezocht een oldtimersdag in Voorburg. Hallo beste mensen. Ik moet even uitrusten hoor, want er zijn hier zoveel auto's. Ja,
ik vergeet helemaal te vertellen waar ik ben. Ik ben in Voorburg en daar is een, zijn allemaal oldtimers te zien. Nou, ik ben nu even gaan zitten, want ik heb al het nodige gefilmd. Kijkt u maar even mee. Nooit in zo'n auto gezeten. Nee? Oh, nee? Nee, echt niet. Gaat wel de motor starten met elkaar, hè, of niet? Zo'n lawaai. Dat juist. Oké. Okay. Nou, ik zit hier naast Raymond van Bree. En we zitten in een echte Jaguar. Maar het is niet eentje die je dagelijks ziet, dacht ik. Maar kunt u er iets over vertellen? Nou, het is een Jaguar E-Type serie 2 van 1970. Ja. En ik heb hem al 38 jaar. Ja. Dit is mijn derde. Nou ja, ik ga er ook geregeld mee met vakantie. Met vakantie ook, ja. Met deze wagen? Overal, heel Europa rijken mee door. Zo. Laatste paar jaar wat minder, maar ja. Ik gebruik hem toch wel geregeld. Het is uw derde wagen, zegt u. Had u daarvoor eenzelfde type? Dit is mijn derde E-Type. Okay. Ik heb drie modellen gehad. De 1, de 1,5 en dit is dan de 2. Ja. En hoeveel inhoud hebt u nou? 4,2 liter. Zo. En kan die nou heel hard? Nou, die oudere die reden harder. Ja? Maar deze die rijdt toch nog wel 225 kilometer. Zo. Dus in Duitsland kunt u eventjes gassen? Dat doe ik niet meer, dat durf ik niet. Nee. Dat durf ik niet meer. Ik durf niet meer zo hard. Nee, dat is afgelopen. Okay. Maar ik zie ook dat dashboard. Het ziet er zo prachtig uit, zeg. Het is echt ongelooflijk. Ik heb hier een olietemperatuurmeter. Ja, de temperatuur. En een vacuummeter en een ampère. Dat zit er normaal niet in. Nee. Dit is standaard wat hierboven zit. En dat is de battery, de oil, ja, accu, olie, klokkie, water en de benzinemeter. En met schakelen. Zit er dan een 5-versnelling op? Geen 5-versnelling, gewoon 4. Tot wanneer werden ze gemaakt? Tot, als ik het goed heb, 74. 74? Ja, en deze 6-cilinder en die laatste 3-4 jaar, dat zijn 12-cilinders. En waar komt dat vandaan? Is het de techniek of is het de uitstraling van de auto? Wat is het, de model? Toen die er kwam, heb ik hem altijd al mooi gevonden. En ik denk, als ik het kan, dan moet ik eens een keer een mooie E-Type kopen. Ja. Nou, dat heb ik de eerste gekocht in 1967, ja. Toen heb ik de eerste gekocht. Okay. En de tweede in 69 en de derde in 74, begin 74. Ik heb deze vanaf 1974. Nou, ik zou hartelijk willen bedanken voor het gesprek en ik wens u heel veel plezier met de auto. Lopen we hier dus te banjeren. Ja. Om de foto's te bekijken. Kom ik een meneer tegen, die kent Haagse dingen. U keek altijd, hè? Elke week. Nou, kijk eens al. Een grote fan van ons. Ja. Maar nou bent u hier om zelf ook te fotograferen. Nou, ik vind altijd leuk die oude dingen weer terug te zien. Ja. Hè? Ja.
Wat vindt u er zo leuk aan? De allerlei auto's? Of allerlei, vrachtwagens? Ja, oude vrachtwagens. Ja. Alles wat laatweg al niet meer op de weg is. Want ik maak zelf ook, ik heb altijd dia's gemaakt. Ja. Nou, dan kom je auto's tegen die je hier helemaal niet meer ziet. Nee. Als je die, ja. Ik, ja, heb dat, ik heb er zo'n 12.000 dia's. Zo. Ja, ik heb er meer gemaakt hoor. Maar je wordt kritisch en dan ga je een hoop draad gooien. Ja, heel goed. En waar maakt u dan dia's van? Ene keer voor sport. Van alles en nog wat. Ja. Dan van de natuur. Ja. En dan net u van de autootjes. Maar ook van het oude Den Haag wat er niet meer is? Ja, okay. Daar heb ik hoop. Als je nou die drie klokken hebt. Ja. Die in de Westeinde. Ja. Nou, dat is ook weg. Ja, die drie klokjes, die kleine huisjes. Die waar kleine je voor huisjes. 10 cent een jenevertje kon kopen. Ja. Ja. Nou, daar heb ik ook opnames van gemaakt. En auto's dus ook, oude auto's. Auto's. Ja. Het is maar net wat mijn buik dan is. Ja. Dan ga ik eens op een gegeven moment, dan ga ik dat eens doen. Het is niet elke week hetzelfde. Nee. U bent nou lekker aan het fotograferen vandaag in Voorburg. En heb je al wel gefotografeerd? Ja, een paar dingetjes heb ik al gefotografeerd. Ja, wat? Als ik vraag mag. Nou, wat ik je net zeg, die oude brandweerwagen. Oh ja. Ja, heel mooi ding, helemaal gerestaureerd. Ja, en nou, dat vind ik wel mooi. Ik sta naast meneer. Jan Brandt. Jan, ik sta bij een hele mooie auto, waar ik vroeger helemaal gek van was, een BMW. Ja. Hè? Maar wat is dit voor een BMW? Nou, het is een coupé uit 73. Ja, het was eigenlijk een van de snellere auto's in die jaren. Ja, ja, ja. Het was echt een racebak, zeiden ze. Hè? Ja. Dus, En luxe. En luxe. Alles zit er voor die tijd, zat alles erop. Elektrische ramen, airco. Ja. Ja, dat... En een Duitse auto, dus een Gründlichkeit, een Pünktlichkeit. Ja, zeker weten. Ja. 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 En hij is nu bijna 40 jaar oud dus, hè? Ja. En rijdt u er nog mee? Ja, de laatste 2 jaar niet zoveel meer. Normaal reed ik er wel bijna elke dag mee, maar de laatste tijd niet zoveel. U vindt het een beetje zonde of zo? Voor de krasjes? Nee, de tijd eigenlijk. Ik heb niet zo heel veel tijd. Ja. Maar dan neem ik aan dat u daarnaast nog een auto hebt voor het gewone werkverkeer of woonwerkverkeer of voor de boodschappen. Ja, voor het werk. Bent u nou veel mee bezig om hem te poetsen en op te knappen en noem maar op? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Want ik heb hem niet eens gewassen. Ik ging eigenlijk met mijn vrouw naar het line dance en ze zegt, joh, ga je mee? Ik zeg, ja, is goed. En toen was hier een oldtimer show, dus ik denk, nou, zet ik hem even neer. Ja, want hij ziet er prachtig uit. Ja, ja, dat, ja zeker. Om door een ringetje te halen. Ja, ja, dankjewel. Rijdt u er nou per jaar mee, denkt u? Geen idee. Nee, maar niet zoveel. Niet zoveel. Nee. Maar kan die nou hard? Hij rijdt nog steeds hard. Ja. Als je nou bijvoorbeeld in Duitsland rijdt, heb ik ook met mijn Twingootje gereden. En dan kon ik eigenlijk ook eens een keer 180 rijden. Maar wat haalt deze nou, denk u? Nou, ik weet het niet. Het is geen auto om in te racen hoor, maar... Nou, dat zeiden we net wel. Ja, dat was wel een racebal. Ja, dat was vroeger zo, hè, vergeleken met de andere auto's. Maar bijvoorbeeld vroeger, toen je nog wel hard mocht rijden. Kan hij nou 220 halen? Ja, 200 redt hij wel. Ja, ja. 200 redt hij wel. Okay. Ik zal het niet meer durven. Nee. Er zijn veel mensen die dat niet meer durven. Nee. Dan moet je jong en onbezonnen zijn misschien. Ja, precies. Ja. Ja, ik zeg hartstikke bedankt voor het interview. Oké, graag gedaan. Dag. En u staat er met een prachtige motor, zie ik. En wat is dat voor een motor? Het is een Indian 101 Scout uit 1928.
Zo, dat is een ouwetje. Maar hij ziet er niet uit alsof hij uit 28 is. Hij is zo mooi gepoetst. Nou ja, ik heb wel moeten veranderen en daar nodig moeten doen om weer goed compleet te krijgen. Ja. Maar het is wel gelukt uiteindelijk, hoop ik. Okay. U bent een liefhebber van motoren, neem ik aan. Ja. En is dat de enige motor die u heeft? Of heeft u nog meer? Of? Nou, ik heb in de loop der tijd wel meer motormerken gehad. Ja. En goed, zo ging het gewoon destijds. En dan kocht je motor, je reed er een tijdje en dan weer wat anders. Ja. Maar ik heb ook nog een Harley 1933. Oké. Okay. Ja, dat is een jubileummodel. Schitterend, ja. Maar deze Indian, u zegt hij is van 1928? Ja, klopt. Hoe krachtig is die? Kan u iets zeggen over de cilinderhout en dat soort dingen? Ja, het is 600 cc. Zo. En hij heeft 6,5 pk. 6,5 pk. Dat is niet veel, hè? Nee, maar 600 cc, dat is toch behoorlijk wat? Nou, het is eigenlijk zeg maar de kleinere uitvoering. Ja. Want dan had je nog de Chief en de Big Chief. Ja. Dat was een 1000 cc of 1200 cc. Ja. En je had deze ook nog in 750 cc, dan kon je er een zijspan eventueel aan doen. Okay, ja. Dat gaan we deze niet. Nee. En rijdt u er ook op? Ja, ik ben uit Schiebroek hier toe komen rijden langs het kanaal. Wat leuk. Via de Zwet en zo, de Delfweg. Ja, dus dat is een leuk stukje om te rijden. Ja. Ja, maar dan rijdt u natuurlijk geen 130, 120. Nee, dat lukt ook niet. Hoe hard kan zo'n motor nou? Nou, in deze uitvoering ongeveer 70, 80 km per uur, dat gaat. Oh, ja. Maar normaal reed ik 50, 60. Ja, dus het gaat niet om de snelheid Nee, het gaat meer om, omdat u ervan houdt. Ja, gewoon lekker de wind doorjaren. Toen de tijd had je ook geen asfaltwegen. Het was alles klinkertjes en kinderkopjes. Dus je kon niet veel harder dan dat. Nee. En als je echt harder rijdt, ja, dat was op circuit bijvoorbeeld, hè, die tracks zoals het heette. Ja. Daar werd wel echt hard gereden, want zelfs met zo'n motorfiets als deze, in een kortere uitvoering, is zelfs nog een wereldrecord gevestigd ooit. Gaat hij niet eens elektrisch? Ja, hier moet u nu schakelen. En dat gaat met die pook aan de tank. Ja. Of langs de tank, beter gezegd. Dan gaan we de voetkoppeling. Dus je gaat met de 1 naar achteren en de 2, 3 naar voren. Ja, okay. En dan kan je hiermee je voor- en naansteking doen. Ja. En de andere kant is dus voor gasbediening. En af en toe moet je met de tank, zit hier een pomp. Moet je af en toe een beetje olie bijpompen. Ja. Om dus je smering goed te houden. Ja. Zo werkt dat. Ja, ik begrijp wel dat u er heel, heel zuinig op bent, want hij ziet er geweldig uit. Ja, en toch rij ik regelmatig mee. Ja, een paar dagen hoor. Het moet wel droog weer zijn hoor. Dus dat heeft geen nut. Maar u gaat niet ermee naar de Albert Heijn. Nee. Dus zo'n dagje als vandaag, nou vind ik leuk om, heb ik een reden om te kunnen tuffen. Oh, en als alles gewoon goed weer is op de zondag, nou dan maak ik even een rondje, dat is wel leuk. Zeg, ik wil u hartelijk bedanken. Nou, ja, ik vind het onwijs leuk om wel weer wat meer te weten. Ik weet niet zoveel van motoren, dus ik vind het geweldig om te zien. Dankjewel, ja, graag gedaan. She doesn't need improvements. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, dancing close to me. A flower of devotion, a swaying. Ik sta hier bij Wouter Remmerswaal en ik zie allemaal brandweer. Autootjes zou ik eens willen zeggen, want ze zijn niet zo groot. Nee, dat klopt. We zijn van de Stichting Historisch Brandweermateriaal. Ja. En we zijn hier met een kleine delegatie van de voertuigen. De grote vrachtwagens kunnen we natuurlijk niet meenemen hier in de krappe straatjes. En we staan hier naast een kever. Het is een replica van het originele commandovoertuig van de gemeente Den Haag. En dan hebben we het over de jaren 50, 60? Volgens mij is het 54. 54. 54, ja. En wie zat er dan in? Ik bedoel, ja, een brandweerman. Of zat daar de commandant in? De commandant zat erin. En achter in de kever, waar nu de achterbank zit, daar zat vroeger een houten bak. En daar zaten mappen in met blauwdrukken van de gebouwen en kaarten van de heel Den Haag. Oké. Dus hij wist precies hoe de situatie was van de gebouwen en noem maar op, alles in Den Haag, de straat. En dan kan je dan iets vertellen over dat Volkswagen busje? Nou, dat is origineel een bus van Douwe Egberts. Nou, Douwe Egberts? Ja, oh. Van de bedrijfsbrandweer. Oh, van de bedrijfsbrandweer. Ja, nee, ik dacht een Douwe Egberts met dat er allemaal koffie in zat. Nee, hij is van de
De oude Egberts. En daarna is die overgedaan aan de Canis Gunny. Ook weer koffie. Ja, ook een koffieboer. En daar heeft hij tot en met 1997 dienst gedaan bij de bedrijfsbrandweer. En daarna is hij bij twee van onze leden in beheer gekomen en die hebben hem gerestaureerd. Dat was een bedrijfsbrandweerwagen. Ja, dat klopt. En dit is de enige overgebleven met een hoge drukpomp in Nederland. Zo. Dan moet je even uitleggen, nou, de hoge druk. Normaal zit er in zo'n bus zit er een slede met een Volkswagen industriemotor. Met gewoon een lage druk, met een bar of 8 of zoiets. En deze heeft een hogere druk om verder te kunnen spuiten en harder. Hoeveel auto's hebben jullie nou als stichting historisch brandweermateriaal? We hebben er een stuk of 10, 12 zoiets. En de eentje is nog in restauratie. Dan hebben we er nog eentje staan die wordt nog gerestaureerd. En we hebben ook verschillende stoomspuiten. En waar zitten jullie in Voorburg, Den Haag? Aan de Dedemsvaartweg. Bij de grote brandweerkazerne zitten we. We hebben een garage apart op het Rijn. Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het top. Ik zou zeggen, heel veel plezier en succes daarmee. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Haagse Dingen. Maar niet getreurd, deze aflevering wordt nog herhaald tot 4 uur vannacht. Met een kleine onderbreking voor start van de nacht. Bedankt voor het kijken. Maar ook actuele zaken, Haagse Dingen ook voor nu. Ja, vooral van de uitbouw tot de nieuwbouw op een spui. Het RMW van Hagenaars, ook van de jongelui en van de oudjes die nog weten hoe het leven vroeger was. Maak het Haagse leven heel erg rijk of krab en kal. Ja, Den Haag, die Haagse dingen, ja, zo Haags als Haags kan zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd, het kan gewoon niet Haagse